strength above all. Dat komt weer niet zien. Iedereen was 100%. Nou ja, Riot heeft dat al een hele tijd geleden dat je het niet goed kunt zien. I have my... De enemy heeft een djinn, nou die gaat het beleven met mij. Oh, dat is zo grappig om een djinn te irriteren met Rengar. Als ik op een gegeven moment die ult heb en een klein beetje gefeed, dan gaat hij wel zo hard aan. I confirmed my mech is a potato. My destination is clear. Kijk, hier ligt een gemstone van Tarek. Het zit ketchup en chicken met een K. Shiken. Met shiken, ja. Nou, wat gebeurt er mee? Daar is het al... Nou, Bardo is alweer AFK. hij moet vast nu eten. Oh ja. Melfuit doet. Deze Melfuit houdt van mij van unmatched power. Hij moest even farmen. Zeg maar even een altijd report bar. Nee. Want hij moet gewoon eten. Ah. Ja, dat was altijd zo in rank. Hij moest altijd nu eten. Eraan. Hij mag ook wel AFK gaan, dat is het leuke voor ons. Ja, is dat wel leuk, denk je? Ja, het is toch Frelo. Jij bent Darius en ik ben Rengar. Ja, maar deze Malphite die speelt heel passief, die is bang. Oh, wel net. Ja, hij moest toch echt... Dat is snel. Nou, je steen wordt even meegegrabd. En dan flash je nog even weg. Ja, dat doet in bos wel. Dan zijn ze weggelopen en dan flash je ze in één keer weg. Maar ik doe dit even. Ja, dat kan niet zien in principe. Ja, dat is wel een leuk, ja. Maar Bart is al aan het bieden. Ja, stop doing that, please. Koning Bart. Nou, de andere logische move is natuurlijk dat hij lag heeft. Sorry, ja. Lag. Oh, mijn internet doet het niet meer. Je hebt hem dan al wel op Skype, dan moet je hem Skype erbij halen. En dan hoor je... dan hoor je weer van... Kaas, eten! Eten! Ik moet nu eten. Dat was echt zo, dat was zo... Ah, dat was zo lame. Ja, maar dat was ook echt altijd hetzelfde. Het was altijd zo. En dan was het echt gewoon nog iets van 4:30 of zo. Nou ja, jij bent ook om 4:30 gaan eten, maar in ieder geval, ik ga altijd eten voor de 4:30? Ik eet toch nooit om 4:30? Nou, ja, maar ik weet altijd dat ik wanneer ik om 5 moet eten. Dus dan begin ook nooit een potje dan meer. Nou, bij jou is het ook feest hoor. Jouw internet gaat ook altijd uit. Je wilt niet weten hoe vaak ik een bankgame heb gedaan waarbij jij dan leert van... Bling, 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 bling. Skype. Oh ja. Mijn oude... Ja. Van gisteren nog. Eet je nog, hè? Daar had ik... had ik de post op de...
Ja, had ik de kost op tafel gelegd en dat mag niet. Ja, dat, wat was dat nou voor onzin? Nou, er stond, dat was post van, er is een pakketje bij de DA of zo. En, nu, en door mij, ook al was hij 4 keer langsgelopen, door mij was hij, had hij het niet gezien. Ik kon die pakketje niet meer opgehaald vandaag. En toen ging het internet uit. Ja. Nou, deze Malphite, ik weet niet hoor, dit is gewoon net zoals een brons inderdaad. Wat moeilijk. Deze doet het helemaal mee. Maar ik zit telkens te chatten van, oh, we never can win this. Nou. Ik vind het altijd zo irritant. Mensen mijn shit doodje. Laat me stilstaan. Je wil ook echt niet weten hoe vaak Cas kills pak met Dart. Ja, dat doe ik toch. Oh, fuck. Ja, maar jij doet het met zin. En hij doet het altijd een soort van pongelijk. Ja, en is het dan ook zo van, oh sorry. Ja, zoiets, ja. Nou, ik denk dat er even iemand geduived gaat worden. Ja! Waarom wordt hij level 6? Nou, dat is wel weer erg enjoyable. Ik vind het ook altijd echt enorm fijn dat je door Malphite dan omhoog genokt wordt. En dat je dan ook nog even gestunt wordt als je weer op de grond komt. Hoog mag je sowieso nooit cleansen ofzo. Die kun je alleen met die sinaasappel van de gangplank doen. En anders kun je het altijd enjoyen. Dus wat ze zijn, ze zijn eigenlijk wel vol AHP. Strength above all. Maar een Malphite, maar ja, die gaat niks doen. dat wordt gewoon een grote steen. Jasro kan ook best wel wat goed. Ja, die had ik geïnfight volgens mij. Volgens mij heb ik ze beide geïnfight. Volgens mij zijn ze beide van mij. Maar... Jasro... Nee, die Civili heb ik niet. Die heb ik in ieder geval ook in mijn lijst. Oh. Oké, dan zal dat wel zijn. Maar die Jasro die heb ik, die wel met mij spelen schijnbaar. Hij doet het niet een keer. Er zijn ook gewoon mensen die willen gewoon met ons spelen omdat... misschien Yasuo zou je echt misschien kunnen zeggen van dat hij in een doelteam niet overweg kan. Nou, de attack speed die debuff is wel echt heel mooi. Dus met Darius als we weinig attack speed. Fuck off! Ah, nee! Enemy double kill. Waar moet die Z nou weer komen? An ally has been slain. En waarom komt die Yasuo dan ook nog zo? Better be sorry. Yeah, we will win because we will carry. Wacht me echt.
Nou, ik ga... Nou, ik heb echt wel 5 keer op mijn E gedrukt. Waarom gaat hij niet af? Dit was toch free, lo? I do not tolerate cowardice. Ja, dat is ook free, lo, maar... Dit... Ik had die Rengar gewoon gekild als mijn E af was gegaan. Ik had echt gewoon... Ik heb echt wel 3 keer op geklikt. Ah, dan gaat hij weer niet af. En toen werd hij geheeld. Maar Jim was ook ineens. Was ook daar ineens. Ja, dat heeft natuurlijk weer helemaal geen zin om daarheen te gaan. Want het is allemaal gewaard. Weer het restverschil op toplane even bekijken. Hij doet echt helemaal niks. Hij zit alleen maar één zelfs dat ding op mij te gooien. Nou, dan druk ik gewoon weer knop. Nou, zullen we hem nog een keer diven? Nou, ik denk dat hij dan erg gaat pushen en dan ga je er helemaal aan. De turret gaat de stad wel aan. Ja, midlane is ook niet de gank, want die zit echt alleen maar onder zijn turret. Ja, omdat die jas was super quest. Straight above all. Dus je wordt allemaal gewoon gecounterd, Jim, wat hoor. Oh, op die manier. Er wordt hier nog even een blue gepakt. Ja, dat bedoel ik. Die komt nu ook naar jou toe natuurlijk. Dus je moet die snel pakken. Ik kom op een verkeerde beeld. I have my order. An enemy is unstoppable. Doe je me alvast. Shut down. Noxus. Mm-hmm.
stay alert. An ally. Nah, yes, what you want. An ally has been slain. Oh, dat is zo niet... Dit is zo... Die Duskblade is zo'n fucking oneerlijk item. Je wil echt niet weten hoe... Gewoon die ulti en die Duskblade, die deden samen gewoon echt bijna mijn halve HP. Ja, ik heb bijna een heel leuk item hoor. Die moet jij ook maar even halen, denk ik. Ik vind het, vindt iedereen wel leuk. Dat doet bang. Dat gebeurt wel op Nederland al weer. ik denk dat hij een Jin meer of meer dood wil. Kijk wat ik voor mooi item heb. Nu gaat het echt aan joy. Oh, Thornmail. Dat was mijn penta! Ja, dat is mijn penta, ik... Dat was zo'n freelo penta! ze hadden mij allemaal aan te vallen, maar dat ging voor mij niet zo goed. Nou, oh, kom op! Nee, daar heb ik ook zo'n fuck mee. My hammer. Nee, daar komt niks aan in. Ja, gaat het wel. Nou, waar komt de nieuwe brigade nou doen? Nee. Wat gaat Bardo nou doen? Kom hier! Ja, dit is een mooie idee van jullie. Ik ga naar top. Ik zie al hoe... Oh mijn god, mijn basic attacks worden... Oh, mijn basic attacks werden gewoon echt allemaal gecanceld, holy shit. Ik zie al hoe het telkens gaat. Oh mijn god, dat ging zo fucking slecht. Ik moet echt Rengar gewoon meer gaan spelen, want het is zo vaak dat ik sprong nu ook weer zo fucking raar. En hij flasht ook weer weg van mijn basic attack en zo. Ugh, dat zit irritant zeg. Maar door dit tafereeltje wat hij net heeft uitgesproken gaat die Jin er toch wel echt zo aan als ik weer mijn ulti heb. Het wordt weer focus Jin only. Taste the wind! Enemy killing spree. Moet dit? Ik ben...
Oh, ik smijt hem dan. Waardoor heeft de kill op een of andere manier. Ja, zie je, dat doe je het dan. Daar begint het mee. My man. Dragon, die moeten wij maar even hebben. Die krijgen ze niet nog een keer. Als ze hebben de oceaan bereikt, is dat niet is dat niet extra damage tegen minions of zo? Nou, nah, die zijn het al niet echt. Het is niet weer de oceaan. Verdomme. Kut baard. GG friend. Gaat die niet weer.